Vrouwen durven niet zo snel om te praten over zaken waarmee ze zitten. Daarom creëert de stichting The Coach in Me een comfortabele omgeving, zodat vrouwen de durf nemen om te werken aan zichzelf. Met een Women Retreat, die gepland staat voor 6 juli, wil de stichting vrouwen de mogelijkheid geven om te werken aan zichzelf, zegt Anke-Lelia Sebon, voorzitter van de stichting The Coach in Me, in gesprek met onze nieuwsdienst. Ze benadrukt dat vrouwen anders dan mannen wel meer praten over zaken waarmee ze zitten, maar dat op een oppervlakkige manier doen. We praten niet de diepte in. En als je dus naar een coach toe stapt, is het belangrijk dat je dus de diepte instapt. Toch? Dus dat heb ik wel gemerkt bij de dames, terwijl bij de heren. Heren zijn gewoon direct. Die stappen gelijk de diepte in. Die hebben geen bochten en hoeken en gaten. Die stappen gelijk de diepte in en willen direct aan de slag. Toch? Dus dat is wel het verschil dat wij hebben gemerkt. Maar ik vind fijn, het moment dat je laat zien van, hé, dit is een veilige omgeving. En je stelt als coach de juiste vragen. Dan merk ik wel dat ze dus dan openstaan. Want soms schrikt men van, maar hoe weet je dat? Ik zeg, is het waar of niet? En dan zie je van, ja, dat is eigenlijk een deel van mij die ik zo ver als mogelijk heb gestopt. Ik zeg, maar het komt naar boven. En het moment dat het naar boven is gekomen, dan is het wel noodzakelijk dat je erover praat. Sebon benadrukt dat vrouwen vaker van uitgaan dat ze hun trauma's zullen vergeten. Echter wijst ze erop dat trauma's zullen blijven als zaken niet worden geuit of uitgesproken. Vaak genoeg denken wij van ik vergeet het of ik wil er niet aan denken, maar het is er wel nog. En je hoort er doorheen te gaan, je hoort het te verwerken. En dan pas kan je zeggen van ik ga verder. En wil niet zeggen van je vergeet hem, maar je kijkt er anders naar. Het volledig interview met Anke-Lelia Sebon kunt u morgen zien in ons programma In Gesprek Met om 8 uur in de avond op kanaal 12.1.